De tweedaagse social media conferentie is vanmiddag afgesloten in de Royal Ballroom van Hotel Torarica. De conferentie is georganiseerd door Ineffable NV. Het doel was om de participanten aan te geven hoe social media op een correcte manier gebruikt kan worden. Jean-Luc van Charante, directeur van Ineffable NV, zegt dat de Suriname social media, met name Facebook, vaak negatief wordt gebruikt. We willen mensen overtuigen dat je met social media heel veel positiefs kan doen en veel mensen kan bereiken, zegt Van Charante. Maar er zijn heel veel mensen die los van het Facebook-platform op andere platformen veel actiever zijn. Als Snapchat, als Instagram, als LinkedIn, als YouTube. En dat zijn eigenlijk de dingen die wij graag met de Surinaamse samenleving willen delen. Dat er meer komt kijken en er meer is aan social media dan alleen het negatieve wat meestal in de pers, door de pers wordt uitgelegd. Van Charante zegt verder dat Ineffable bezig is door te breken op de internationale markt. Hij wil in de toekomst meer mensen bereiken met deze conferentie, zodat die ook geïnformeerd kunnen worden over het positief gebruik van social media in Suriname. De Social Media Conference is een jaarlijks terugkerend evenement. De Social Media Conference Suriname is voor nu vooral gericht op Suriname met Surinaamse sprekers. Maar de eerstvolgende stap is om naar het buitenland te gaan. We hebben interesse gehad van Guyana, we hebben interesse gehad van Trinidad. Dus de eerstvolgende stap is toch om de Caribbean erbij te kunnen betrekken. Maar denk je dat het je wel gaat lukken? Zijn mensen wel geïnteresseerd in like, Suriname? Men is heel geïnteresseerd. Men is geïnteresseerd in de sprekers die we laten halen. En we hebben ook aanmeldingen gehad vanuit het buitenland dit jaar. Maar vanwege vooral wat kleine dingen zoals telekortsvaccinatie en dingen die nog geregeld moesten worden, kunnen ze helaas kort dag niet komen. Maar we hebben al wat commitments, ook van anderen voor het komend jaar. Tot zover Jean-Luc van Charante, directeur van Ineffable NV. Hij sprak vandaag bij de afsluiting van de tweedaagse social media conferentie. Die is gehouden in de Royal Ballroom van Hotel Torarica.